Denk jij wel eens in bepaalde situaties dat je niet goed genoeg bent? Of dat je niet slim genoeg bent? Of zeg jij wel eens tegen jezelf, jeetje, wat ben jij toch dom? Wat een domme reactie heb je gegeven. Je bent ook te dom voor die ene promotie. Misschien ben je te dom voor die ene vriendschap. Je kunt niet mee in sociale gesprekken. Is dat iets wat gebeurt? Dat is een heel logisch proces. Daar sturen je hersenen namelijk wel eens op aan. En ik ben er een beetje achter gekomen, zo tijdens die reis in alles ontdekken van hoe werkt dat brein. En met alle experts die ik heb gezeten, veel neurowetenschappers, met wie ik regelmatig nog rond de tafel zit. Dat ons brein op een bepaalde manier geconditioneerd is. En het zou best wel eens zo kunnen zijn dat vanuit die bepaalde conditionering jij ook bepaalde woorden tegen jezelf zegt in bepaalde situaties. En op het moment dat je dus tegen jezelf zegt, om jou een voorbeeld te geven. Ja, je bent er ook te dom voor deze hele carrière move bijvoorbeeld. Hè? Dan op dat moment maak je dus bepaalde chemische patronen aan in jouw brein. Neurotransmitters komen er vrij, hormonen komen er vrij, waardoor jij een bepaald gevoel krijgt. Dus mentaal zet je fysiek meteen dingen in actie, waardoor je reacties oproept bij jezelf op maar één woord. En hoe kan dat nou, dat een bepaald woord misschien voor het ene mens een hele zware belasting is en voor het andere mens niet? Nou, dat heeft dus met jouw hersenpatronen te maken, met die conditionering van je brein. Hoe is jouw brein ingericht? En in welke periode is dat ingericht? Waarom hangt er een bepaalde waarde aan, bijvoorbeeld dat woord dom? En hoe kunnen we dat nou eventueel gaan veranderen? Want jouw brein is neuroplastisch. Dat betekent dus ook dat je waarde aan bepaalde dingen dus ook kunt gaan veranderen. Stel je nou voor dat je in je jeugd hebt geleerd dat als jij een bepaalde taak op school niet meteen binnen de tijd volbrengt en de juffrouw bestempelt jou als ja, daar ben jij ook te dom voor. Je brein neemt dat als waarheid aan en dat kan zelfs na één keer als dat tegen je gezegd wordt dusdanig gekaderd worden dat als het moment dat je 45 bent en je haalt een bepaalde deadline niet, je misschien wel tegen jezelf zegt, ja zie je, je bent hier te dom voor. En dat geloof jij dan ook als waarheid, want jouw brein zegt dat, terwijl dat dus misschien wel ergens uit jouw jeugd vandaan komt, dat je 5 jaar oud was. En de hele omgeving, de hele wereld van destijds, het klaslokaal waar je in zat en de juffrouw die jou de dingen wilde leren op haar manier, die wereld is veranderd nu jij 40 of 45 bent. En jij als mens bent veranderd, je hersenen zijn veranderd. En toch grijpen we vaak nog terug naar gebeurtenissen vanuit het verleden. En die conditionering die bepaalt ook hoe dat jij je voelt in bepaalde situaties over jezelf. En die chemische reactie, die kan meteen een bepaald zelfbeeld ontwikkelen bij. En dat zelfbeeld is iets waar heel veel mensen anno 2019 tegenaan lopen. Ik praat met heel veel mensen. Veel mensen geven dan ook aan, ja, ik heb vaak het gevoel dat ik niet goed genoeg ben. En dat kan ook in de privésfeer zijn. Bijvoorbeeld niet goed genoeg als moeder of niet goed genoeg als vader. Niet goed genoeg als man of vrouw. En altijd het idee hebben dat je meer zou moeten doen om een bepaalde leegte te vervullen. En dan stel je jezelf misschien wel de vraag, is er meer dan dit alles? Ik geloof dat er veel meer is dan dit alles. En dat alles begint in hoe jouw hersenen voor jou werken.